We gaan op schoolkamp. Wel op 1 april. Dat is zeker een grapje. Nee, dat is echt waar. Ja! Yeah! De kinderen hebben er heel veel zin in. 1 april, dat wordt grapjes uithalen. De sfeer zit er al goed in. Ik heet jullie allemaal van harte welkom op het schoolkamp. Ik hoop dat jullie het naar jullie zin krijgen. En we gaan allemaal spelletjes doen en zo. Ja, allemaal hele leuke dingen dus. En we mogen straks nog eventjes gaan spelen, natuurlijk. Maar niet te veel leuke dingen, want er is ook nog een corvée. Ja jongens, dat hoort erbij. Zorg ervoor dat jullie op tijd aanwezig zijn voor jullie taken. Jullie mogen nu nog eventjes een half uurtje spelen. Zullen we dit niet doen? Ja, leuk! Ja, leuk! Oh, niet iedereen is het eens met de corvée-lijst. Dit is heel leuk! Niet veel later worden er volle plannetjes bedacht. Als 1 april gaat, want het is kamp 1 april. Smeren tappen staat hier op zijn kussen. Ja! Ja, en kan ze beter vastmaken aan elkaar. Ja, voor wie? Ja! Wat doen we van het verlegen meisje? Oh ja! Die gaat zo vallen. Of een nepspin bij de juf in de tent stoppen. Oh, we gaan... Hey, jongens, dan kunnen we nog een hoofddruk doen. Als afsluiting. Sappel door de juf en meesters eten. Oh my god! Het grappig maken is begonnen. Ah, lekker slapen. Hartstikke leuk, al die 1 april grapjes. Maar nu is het echt klaar. Ja, klaar nu. Ik ben het helemaal met u eens. Maar het leukste moet nog komen. Een aantal kinderen is bezig met het eten klaarmaken. Niet knoeien. Maar een paar grapjassen voegen nog wat extra's toe aan het eten. Eet smakelijk allemaal. De grapjassen hebben grote lepels sambal in het eten gegooid. De kinderen kunnen er wel lachen. Brand, ik bel de brandweer. Ja, hallo? Ja, komt u onmiddellijk naar het kamp komen? Moet je meester en juf staan in brand. Want dat zijn geen grapjes. Nou, dat moet je even vragen. Wij weten. Ja, dat willen wij eigenlijk wel even weten. Waarom? Want, wie heeft dit wie? Gedaan? Oh, wie? Wie heeft jullie er nog meer bij geholpen? Wie zijn de andere grapjassen hier?
Want ik vind dat jullie daar echt een straf voor hebben verdiend. Ja jongens, sambal, daar kan je ook mee in de brand komen te staan, hè? Dat kan wel eens gevaarlijk wezen. Sorry meneer de brandweer, we zullen het niet meer doen. Ja, deze grapjassen hebben echt straf verdiend. 3, 2, 1, blussen maar!